Veiligheid is een basisbehoefte die voor de meesten van ons een vanzelfsprekendheid is. Maar in de buurten waar de inwoners het al zwaar hebben, is dat niet. We staan vandaag in de wijk Langdonk. In december 2020 het toneel van onacceptabel gedrag van jongeren. Het vuurwerkverbod was het lont in het kruidvat. Veiligheid is een belangrijk goed voor de Partij van de Arbeid en daarom investeren wij nog meer in de kwetsbare wijken, vroegtijdig opsporen van jongeren en hen perspectief bieden, de inzet van de wijkagent en de BOA verder vergroten en een tweehandenbeleid voeren waarbij de harde hand in het opsporen en straffen en de uitgestoken hand in het bieden van perspectief.